Johan, lekker game voor jullie. En dat lijkt me, jezus, je hebt een game voor je man gewonnen. Ja, het was een lekker game. Ik ben zwaar gegaan en toen was het met dieren gedraaid en zo. En dat ik onmogelijk kreeg om mijn kaas te gaan krimpen, op te gaan komen, zodat ik die wedstrijd kan winnen. Ik is een gelukkige man vandaag. Van, het gaat niet over wat nou hier aan gaan, wat moet nog die klapboek gaan, die afterparty, wat nog lekker gaat wissen en zo. Glazie klink. Luister, ik meen, het was 5-6 daar in die laatste secondes van die game. Dat was een kwestie dan, jij was op je halflijn. Wat het jou toe laat besluiten, oké, ik ga nou go voor de drop goal. Ik tras me niks ja, want met dropskoppen, even met mijn steelskoppen, ik tras me ja zo. Dat was eigenlijk een kans geweest van mij, van de wedstrijd was zo oer. Zo, ik heb staat gemaakt met krammen en mijn pak voor zitten, mijn zit recht houden, boteraf te steken om die ballen te drukken. En dat is die punten voor ons. Wel gedaan, jullie game voor de Northerns gewonnen. En dat heeft natuurlijk ook voor jou nou het huis naar de hand gescoord. Van Tata af, Tata man of the match. En ik ga nou die chairman van Hamadiehs, Farid Bardien, vragen om voor ons die Tata check van het R1000 te brengen en voor jou te geven. En wel gedaan, there we go. Dat is nou het R1000 voor een clubrugby spelen wat mensen niet bij zien nie? Dat is een taffe game. Farid, wat zie je voor die Northerns vandaag? Net op je einde daar zo. Ik was statisch geweest, redig. Ik was zo gelukkig op die dag. Maar toen kwam oud samen en hij spoilde alles voor mij. En van Hamadiehs. Maar we hebben gedaan, oud samen, we hebben gedaan. Northerns is altijd lekker samen in te spelen. En ons kijkt voor en toe om weer samen met jullie te spelen, redig. En dit is die type geest wat mensen zoeken tussen spannen? Ja, speciaal in die liga. Hulle noemt het Hamadiehs liga, want ons is al zo lang hier al. En het lijkt mij Northerns en ook al spoilers voor ons vandaag. Maar ons zitten nog 6 games voor en ons gaan nou niet vast, mondelijk gaan die mannen lekker rustig krijgen en dan kan ons weer daarvan voor te werken. Ja, jouw record gespoild en die Cape Rugby TV record is ook gespoild. Dat is de eerste keer wat een thuisspan verloor. So, ik zit zo ontsteld zoals jij, ja. Maar luister, weer eens wel gedaan, ons Tata man of the match. John, ja, wel gedaan en ik zie dat je kopskoenen gaan willen nog bij punten aantekenen. Alipad, bij je punten. Farid, een baie dankie vir jou hospitality en vir jou spannekinne dat julle altyd so goeie werk doen vir die rugby. Nee, especially vir club rugby. Bye dankie. And there you go folks, your Tata man of the match, Johan and Farid, once again R1000 for a club rugby player, and isn't that incredible? In the history of club rugby we don't see money for club players, and here you have R1000 going to a player that's done very well for his club. We'll see you guys in a moment.